alleen dat hij iets meer, zeg maar, dat ik zelf kan praten, dat ik niet met anderen kan. Dat ik niet beter naar anderen moet luisteren en dat hij het voor de rest wel goed deed. Sorry, dat hij? Dat hij het voor de rest wel goed deed. Dat hij het voor de rest goed deed. Nou, prettig. Andy, wat heb jij daaruit meegenomen? Wat ga jij nu de volgende keer anders doen in samenwerken? Wat ga je de volgende keer anders doen wat in samenwerken? Ik moet naar mezelf luisteren en niet naar anderen. Okay. Je moet je eigen mening vormen. Ja. Okay. Nou, dat is ook mooi verwoord. Dankjewel.